Yo boys, vandaag doen wij een sniper only challenge. Het is ziek. Nu moet ik alleen even een sniper vinden zonder dood te gaan. Dat is van het moeilijkste deel hiervan, denk ik. Oké, sniper. Kwet. Kijk, hier heb je zo'n... Liliana pickaxe bite. Aardbeien, jongen. Shit on, dat is min 1. Is het een NPC? Oh, het is. Maar boys, kan ik deze pickaxen? Ik weet niet of hij raak gaat schieten. Alsjeblieft niet, poepen! Oké, let's go. Oké, ik zag het wel weer gebeuren. Mooi dat hij me gewoon full pump gaf en dat het gewoon klaar was. 2 kills op het bordje, maar... allemaal niet NPC's ook trouwens. Ik ben benieuwd of ik een sniper kan gaan fixen überhaupt in deze stad nog. Ik hoop het wel. Oh! Oh, daar gaat hij. Het sniper 100! Oh mijn god, bro. 100? 200. Let's go. Boys, ik ga deze guy skiën. Fuck it. We jumpen er gewoon op, boys. Ik ben confident. Oh, en wat krijg je als je confident bent? Een harde. Oh, ik kan die mythic niet meenemen, man. Oh, dat doet zoveel pijn, man. De loot. Klein probleem is wel dat we nu mensen krijgen die weten waar we zijn. Aangezien ik dus die medaille heb. Maar dat is niet erg, want ik ga deze mensen gewoon kiezen. De snipes gaan niet heel soepel. Ik had misschien een andere challenge moeten doen. Dood. Ja. Maat. Wat? Hoe zijn die dood? Kut. Er is nog iemand op een manier. Hij is dood gesniped. What the fuck? Wie is dit? Is dit Pieter? Tegenovergestelde van één bot geïnstalleerd per ongeluk. Bro, ik heb gewoon 5 kills sniper only. Laten we het niet overdrijven. Gast, ik heb gewoon 2 gasten letterlijk geshit in een 1v1. Met sniper only. Oh, kut. Bro, dit is niet... ik ben gewoon dood. Bro. Maar what the fuck? Hij staat daar gewoon. Oké, chill hem. Poppen mini. Het doet 50. Ik ben al dood volgens mij. Wat een lul. Oké, ik leef nog wel. Maar waarom gaat die? Waarom staat die guy daar gewoon? Kut. We hebben versterking gekregen van ons Mike. Hij doet ook de sniper only challenge trouwens. Dus Mike, je mag alleen sniper meenemen, bro. Niet dat ik hem ineens met een AR zie rachen, net als Lars vorige keer. Bro, hoe moet ik ooit een sniper gaan? Hé, meneer. Dood. Nope. Kut. Oké. Oh, hij heeft dan te veel geluk. Rennen, Mike! Ga naar het strand! Oh, kijk, ik ben dood. Ga naar het strand, Mike! Ga naar het strand! Motherfucker! Hey, dank u. Oh. 100? Dood! Fuck, man! Kapot hard hij is gewoon dood. En hij headshot snipe mij natuurlijk. Hij is de beste gamer. Oh! Hij is 100. Hij finished me. Wat een... Hij heeft hem. Niet. Hij heeft hem niet. We hebben dit. Ik pickaxe deze gast alleen. Hier. Hier op zijn voorhoofd. Oké, dood. 1 AP. Shit on. Bro, wat ben ik crazy. Bro, is een sniper only challenge en ik heb geen eens een sniper nodig, man. Dood. Ja, toch. Oké. Ik ben dood. Maat, hoe heb jij angles, bro? Je bent fucking Tarzan of zo. Oh ja, nee, tuurlijk. De hele lobby was hier aan het fucking thee drinken. Oh, joh. Headshot snipe. Oké, laat maar. Ik ben dood. Ja, toch. Vloer? Question mark? Reset question mark? Stream sniper question. Iedereen moet skeptic hebben question mark. Hij is solo. Waarom doe je dat? Dat is zo bullshit, bro. Ga je teammates kaart halen, bro. Hij komt nog achter me aan, of niet? Wat een dag. Oké, Mike. Ze zouden vast weg zijn inmiddels. Ik ga op je ziel. En hij is gewoon hier. Ik bedoel, zij realiseren zich waarschijnlijk nu ook. We doen veel te veel moeite voor. Kut, Mike is al dood. Oh mijn god. En hij zit daar. Bro, there is no way. What the fuck maak ik mee? Deze gast die zit daar. Oh mijn god, ja toch.
Bro, ik bedoel, boys, we hebben misschien wel 0 kills. En geen teammate meer. Maar dat houdt mij niet tegen. Oké, boys, nog 11 man. Waarvan ik 1. En het zijn allemaal duo's. Dit gaat echt een goed verhaal worden. Ik ga gewoon doorrijden, denk ik. Oké, ze schieten op me. Bro, sinds wanneer doen we FNCS hier, bro? Waarom wil iedereen die win zo graag hebben? Boys, ik heb een YouTube-video. Dit is een kut idee. Wat een kut idee is dit. Wat doe ik? Ga je me nou pushen? Wat? Oh ja, tuurlijk. Niemand pusht elkaar. En wanneer iemand mij heeft gespot... Gelijk toch? Niemand schiet op elkaar. Het moment dat ik überhaupt in de picture ben. Dat je me überhaupt kan zien. Gelijk 3 man op je. Oh, ik zie daar kogels. Ik ga ook recht voor die kogels. Ja toch, boys. Laten we even Scareptrick dood proberen te maken. Want ja, hij is de streamer. Wat maakt mij? 200! Dat is goed. Oh, wat? Kutzooi. Oh, hij heeft gehit. Maat, wat? Ja, toch! Oh! Wat een losertjes. Bro, Mike, die had de guy gewoon doodgesniped, joh. Ik dacht dat hij hem gewoon had gehit. Bro, deze gast heeft 5 medailles. Maat, dat is zo kut. Oh, hij loopt uit letterlijk. Hé? Dat is een NPC, bro. There's no way. Oh, dit is hem ook niet. Wacht, huh? Oh, ik wilde net zeggen, dit is gewoon een NPC met die medaille, bro. Oh, kut. Bro, die guy moet gewoon gelukkig headshot snipe worden, anders zijn we de lul. Oké, hij heeft ook een sniper blijkbaar. Kom ik even wachten. Het zijn 2 solo's. Maar 1 daarvan is echt een insane sweat. En 1 is hem. Maar hij is niet zo extreem goed volgens mij. Oh. Baby, are you down? Wow. Oh, ik scope per ongeluk uit. Nee toch. Boys. Mike! Wat een lul. Ja, GG bro. Ik geloof er al niet meer in. Dat was niet mijn wall. Jo, begint die zo in Discord over het toernooi te lezen, man, daar vind je alles. Wat? Hoe zit hij daar ineens? Wat een lul, Janne.